Werken met de multimeter parallelschakeling. We gaan een stroombron, twee lampen en wat draden gebruiken om een parallelschakeling te maken. Eerst zullen we die parallelschakeling op een vrij schoolse manier tonen, zoals in het echt eigenlijk niet zo voorkomt, gewoon om aan te duiden wat precies een parallelschakeling is. We gebruiken hiervoor een opsplitsing, dus op een bepaald moment gaat de stroom hier opsplitsen naar de twee lampen, dat zie je nu met de paarse kabels. En dan gaan we met de rode kabels terug naar één punt, dus onze stroom komt terug samen. Dit om aan te tonen dat er dus twee verschillende wegen zijn die hier afgelegd worden bij een parallelschakeling. Je kan deze ene weg volgen door de ene lamp, maar je kan ook de andere weg volgen door de andere lamp, zonder dus de ene lamp te passeren. Dit is een parallelschakeling, want alle beginnen zijn aan elkaar geschakeld en alle eindes zijn aan elkaar geschakeld. Daarover zo meteen meer. We schakelen het schema even aan, geven wat spanning, beide lampen gaan branden. Een andere manier, voilà, alle beginnen hangen aan elkaar, dat zie je hier, alle uiteindes hangen aan elkaar, dat zie je daar. Wat merken we nog? Als je één lamp uitschakelt, dan blijft de andere gewoon branden, want de stroom gaat nu door de ene kring. En als we de andere uitdoen, blijft de ene gewoon branden, de stroom gaat nu gewoon door die stroomkring. Dit is een schoolse manier voor een parallelschakeling. We tonen even een variant daarop, zoals ook heel veel lampen bijvoorbeeld in het plafond geschakeld zijn. Maar het is ook een parallelschakeling. We hebben minder draden nodig, maar ook hier zal je zien dat er voldaan wordt aan die basisvoorwaarden van parallelschakeling, namelijk dat alle beginnen aan elkaar gekoppeld zijn en dat alle eindes aan elkaar gekoppeld zijn. Hier zie je dat alle beginnen met elkaar verbonden worden via de paarse draad. En dan gaan we de uiteindes aan elkaar verbinden met de rode draad, om dan tenslotte onze kring te gaan sluiten. Wat merk je dan? Ja, je hebt verschillende stroomwegen. Je kan nu doorheen de ene lamp gaan, of je kan de langere weg volgen doorheen de andere lamp, zonder de ene lamp te passeren. Ook hier weer zijn alle beginnen aan elkaar gekoppeld en alle uiteindes zijn aan elkaar gekoppeld. En als we onze kring opzetten, dan zien we ook net als daarstraks, als we één van beide lampen uitdraaien, dat de andere blijft branden. En ook omgekeerd, als we het andere uitdraaien, dat het ene blijft branden. Bij serieschakeling zal dus allebei uitvallen, bij parallelschakeling blijft de andere kring gewoon onaangetast.